zijn al die verschillende birkjes, dat doe je niet, hè, want dan redden we even een trikje vlotig richting, hè, joh. Richting een Echt op den Berg, dan geraken we naar het cultureel centrum. We geraken naar de Marnixhoeve, de Beemden, de Putting in Kessel, vroeger het Siel, Puntkinder, maar van de Ven helemaal geweest, in Nijlen het zwembad, en, de Palieterhoef, en in Vosleer, dat is een andere richting dan weer, dan hebben we dat, die dingen Den Engel, en dan de Roskam, en Herentals naar de Hydrodoe. En dan hebben we nog Den Hertog in Olen, dan langs de kanaalroute eigenlijk, over de Kanaaldijk. En dan nog verder dan Den Thijs, dat is halfwege de benaamde Naard. En dan in Oevel hebben we dan door nog het Boerenhof. En dan ook nog het Zoelshof, het Soerlandhof en dan het Draverke in Westmeerbeek. Dus dat zijn eigenlijk de meeste routes die we zo doen, die regelmatig terugkomen. Dan ga je 15, dan zet ik mijn caféken op en dan, ja. En dan probeer zoveel mogelijk kleinwegen te pakken naar mannen, maar dat lukt altijd niet. We moeten van af en toe toch wel in de grote baan oversteken en dan proberen we er veilig aan te komen. De minstgroep is 4 man en de meeste is geweest tot 35. We doen dat ook leuk, we zijn allemaal vrienden en vrienden onderin. En ik ben ertussen getrokken met de Felix dan en vroeger reken ik nooit mee. Ik ben nog niet lang baan ook niet. En dan probeer ik en de Felix dat Louis te vervangen, even te vervangen. Tot aan mijn ander goed café vijnen, want dat gedust het man dat moet te drinken en een hele dag met de vloer en dat gaat niet. Hè. En dan stopt me bij mijn man en dan gaan we er nog eens een pintje drinken of te zien er wat. En dan fietsen we naar huis. Hè. En zo is dat bij de Nokra. We hebben allemaal banneken in onze arm dat ze ons goed herkennen. Want je moet veilig zijn op de fiets. We hebben wel een hele trikken, want de dag van heden. Ik ben de zuster van Herma van Springel en ik fiets ook graag. Dan meer rijd ik met de groep mee. En daar blijf de fiets van. En daarmee doe ik daarom mee. En dat is plezant voor met de groep mee te rijden tegenover dat je alleen moet rijden. Een anekdote. Als je wilt, dat als de mannen van Testox, die rijden ook, Testox, die werden aan het rijden. En het was heel heet weer. En op een bepaald moment dat ze aan het rijden waren, vliegt de baan omhoog. Al die stenen die kastanjes en die vliegen eruit. Zijn er verschillende gevallen, met dan licht gewonden. Toch moet er een afvuur, dat zijn zo. Dat kun je allemaal tegenkomen. En dan hebben we natuurlijk de Louis, om hem terug mogen noemen. Een verzorger eerste klas.